dan ga ik nu gewoon de hoogleraren die de leerstoelen gaan introduceren. Krijgen ongeveer 3 minuten per leerstoel. Frank, wil jij beginnen? Ja. Met de leerstoel? Ja, de leerstoel onderwijs-arbeidsmarkt. Het is natuurlijk nu heel veel te doen over de arbeidsvoorwaarden van de leraren. Dan gaat het in enge zin om de salarissen, maar we hebben nu ook de discussie over natuurlijk de wachtgelden opeens is erbij gekomen. De normalisatie van de arbeidsvoorwaarden zal ook voor een deel van de leraren van belang zijn. Dus dat zijn kwesties die terugkomen in onze programmering van de expert meetings die we houden. Daarnaast ook onderwerpen zoals de werkdruk. Ja, wij brengen ook de verschillende onderwerpen goed voor het voetlicht te brengen, brengen wij in maart, april brengen wij een boek uit. Waarin we eigenlijk terugkijken op het onderzoek dat de afgelopen jaren is gedaan. Binnen de leerstoel en de expert sessies waar we aan de verschillende onderwerpen aandacht hebben besteed. En dan komen natuurlijk zaken als salarissen, vergelijking met de marktsector, vergelijking PO-VO, werkdruk, carrièrepaden, professionalisering van leraren komt terug. Maar ook zaken als gewoon lerarentekort, speelt natuurlijk ook mee. En hoe maken we prognoses voor de leraren en wat zijn de beperkingen en de uitdagingen daarbij? De vakdeelmarkten voor de onderwijs-arbeidsmarkt, dus speciaal voor specifieke groepen leraren, bijvoorbeeld binnen het mbo of vakken op het voortgezet onderwijs, is ook een onderwerp binnen het boek. En daarnaast ook nieuwe ontwikkelingen, zoals de hybride docent, een belangrijk onderwerp. En natuurlijk ook zaken als de bevoegdheden. Hoe is dat in Nederland geregeld? Hoe is het in Vlaanderen geregeld? We maken vergelijking met Vlaanderen. Dus, wat ook nog interessant is, denk ik, hoe pakken de regio's op de samenwerking tussen werkgevers, werknemersorganisaties en de lerarentekorten te bestrijden. En niet te vergeten, dat laatste wil ik nog noemen, het belang van de lerarenopleiding. En de professionalisering van leraren, ook in relatie tot het lerarenregister. En de schoolleiders, daar besteden ook nog aandacht aan. Dus, nou, dat is dus, het wordt een heel dik boek, zoals u hoort. Daarbij ook nog interviews met mensen uit het veld, dus van de werkgevers- en werknemersorganisaties. En ik denk dat het interessant is om die bijeenkomst goed in de gaten te houden. We hopen dat we het boek kunnen overhandigen tegen de tijd aan de staatssecretaris, of aan de minister misschien nog wel, van Onderwijs. Ja. Super, dankjewel. Ja.